even op, beide teams, let even goed op. Want ja, het is echt heel spannend, want beide teams staan gelijk volgens mij, toch? JP, ja, hè? Beide het scheelt 10 euro. Het scheelt 10 euro, dus... Heb ik bij me. Dit is het alles beslissende 10 letterwoord. Beide teams kunnen nog naar de finale. Hier komt het. Shh. Bankzitter. En dat brengt ons tot deze eindstand. Robert en Jan, 90 euro. En door naar de finale, Mariska en Annika met 150. Ja! Maar nou vraag ik me wel af, Robert. Wat ga je met de 90 euro doen? Broodje frikandel halen met Jan vanavond. Ja, dat denk ik ook. Is het niks ja, ik kan het wel aan een goed doel geven, maar ik bedoel, 90 euro, wat kan je daarmee doen? Ja. Nou, toch wel veel. Maar goed, eet jij er maar lekker broodje frikandel. Kan je één malaria-mug mee doodmaken? Voor de rest kan je niks. 90 euro, wat heb je eraan? Maar niet veel. Maar het is toch geld. Geld is geld. En ik geld wil jullie geld? Enorm bedanken dat jullie vandaag waren. Ik vond het top dat jullie hier in Lingo zijn. Ik ben een groot fan van jullie. Heel en goed. Iedereen ook hier. Zij natuurlijk ook. En ik, nou ja... Prachtige borst. Dankjewel. Dankjewel. Natuurlijk wel. Nog eventjes de Lingo-tas mee naar huis. Hè, met de incontinentieluier. Precies, alles zit erin voor je. Geen probleem. Oké. Dankjewel Robert en Jan. Alright. Ja, en in deze tas zitten natuurlijk allemaal leuke cadeautjes van goede doelen die gesteund worden door de Postcode Loterij. Nou, een van die doelen is UNICEF. Deze organisatie maakt zich sterk voor de rechten van het kind in de hele wereld en is in bijna 160 landen actief om de leefomstandigheden van kinderen te verbeteren. Nou, op unicef.nl lees je natuurlijk alles over deze organisatie. En wij gaan nu, terwijl zij de slappe lach krijgen, naar Wim. Dankjewel Wim. We spelen vandaag de finale met Mariska en Annika. Ja, Mariska en Annika, ik vind echt dat jullie het fantastisch hebben gedaan. Jullie hebben toch maar even Robert en Jan weggespeeld. Helemaal super. En nu op weg naar die 5000 euro. Echte girl power. Ja. Echte girl power. De 2,5 minuut gaat nu lopen. Zet hem op, Mariska. Ja, dames en heren, en u begrijpt het, het was een hele bijzondere aflevering van Lingo. We zijn misschien nu na vandaag wel een beetje verjongd, wie weet, maar we houden van u. En we hopen dat iedereen gewoon lekker blijft kijken naar Lingo. Heel graag, tot de volgende keer. Dag. Yeah! Woo!